Ready for today, this is gonna be my day. Ra-ba-ba-da-ba-ba-ba, ra-ba-ba-da-ba-ba. Hoo! Sommige dingen kan je beter in de badkamer doen. Maar goed, hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik ga je vandaag laten zien hoe ik mijn haar dagelijks doe. En dat doe ik uiteraard met een Dyson. Dit is de Airwrap box van Dyson. En ik zal je even heel snel laten zien wat er allemaal in zit. En waar het voor is. Zo. Oké. Je hebt allerlei opzetstukken. Dit is de 30 mm. Dat is voor wat kleinere krullen, wat meer volume. En dan heb je de 40 mm. Die is voor wat grover haar, wat voller, ja, zwaarder haar eigenlijk. Maar ook voor als je gewoon beach waves wilt of eigenlijk een beetje dat gefeunde wat je ook bij de kapper kan creëren. Dat doe je ook met deze. En die hebben natuurlijk, daar zijn er twee van, want ze hebben pijltjes erop staan naar welke kant je ze moet draaien. Maar dat ga ik zo meteen allemaal uitleggen. We hebben het gladmaak opzetstuk. Die gebruik ik ook heel vaak. Dat is eigenlijk ja, om het te stylen. Daarvoor hebben we ook deze. Maar deze is voor als je echt dikker haar hebt of bijvoorbeeld kroeshaar. En dan hebben we voor dunne, slappige haar hebben we deze. En daarmee kan je namelijk makkelijker volume erin maken. Dus eigenlijk heb je voor ieder haartype wel wat. Maar ook om verschillende stijltjes te maken. Wil je nou beach curls, of wil je waves of wil je juist wat uitgefeunde? Heb je kort haar of lang haar, dan kan je overal kan je wat mee. Dus ik zou zeggen, als je op vakantie gaat met je familie, neem er gewoon één ding mee en dan kan iedereen het gebruiken. Eens even kijken. Wat ik eigenlijk 's ochtends doe. Ik laat het voor ongeveer, ik maak het droog met een handdoek, gewoon het grove, knijp ik even droog. En dan feun ik het ongeveer tot 80% droog met dit opzetstuk. Dit is de pre-styler, dus hiermee, dit is gewoon eigenlijk een stuk feun. Dan, wat ik, wacht even. Hoppatee. Ik maak het meestal eventjes snel glad als ik ergens heen moet, omdat het heel snel is. En dat doe ik met dit opzetstuk. En wat ik ook vaak heb is de krul. En dan ga ik je zo meteen laten zien hoe ik die maak. Ik gebruik de hardste stand qua luchtstroom. En de heetste stand, want ik heb dik en grof haar. Wat even goed is om te weten, is ik gebruik dus geen heat protector. Met de reden, omdat de Dyson gaat niet, wordt niet heter dan 120 à 130 graden. Alles wat boven 150 graden is qua tools voor je haar, beschadigt je haar. En als het beschadigd is, is het permanent voor altijd beschadigd, tenminste die haar. Dus als je middeltjes ziet of mensen zeggen, ja koop dit, dat herstelt je haar, dat kan niet. Het haar wat kapot is eenmaal, kan niet meer terug. Het kan er wel mooier doen laten lijken. Dus als je een serum koopt of zo, dan kan je het erin doen en dan ziet het er wel mooier uit optisch. Maar het haartje is nog steeds beschadigd. Net als dat je het heel grof verft. Wat daar weer vervelend aan is, kijk, beschadigd haar wil niet zeggen dat het meteen lelijk is, want het kan juist heel tof zitten, heel stoer. Maar het nadeel is dat als je een keer krullen inzet en je komt buiten, dan zakken ze heel snel uit. En waarom is dat nou? Even heel snel om niet te technisch te worden. Als dit een haar is, dan is het een gladde haar waarvan de schubben mooi naar beneden staan. Een gezonde haar, een gezond haar. Een gezond haartje. Als je haar beschadigd is, staan de schubben staan eigenlijk allemaal zo, staan uit. Dat betekent dat de zonlicht het haar niet mooi reflecteert, want ja, die schubben staan uit. Als je een mooi gezond haar hebt, glanst het door die reflectie. Maar die schubben die houden eigenlijk die reflectie tegen, waardoor het haar heel dof is en er wat faler uitziet. Nou, dat is nog niet het ergste. Doordat de schubben openstaan en je hebt een mooie krul gezet voor je leuke gala of voor je kerstfeestje, dan trekt het vocht heel snel in van buiten, de buitenlucht. En wat gebeurt er dan? Omdat het er makkelijk in kan door die open schubben, gaat je haar helemaal slap. Blop. Heb je al dat werk voor niks gedaan. Dus, daarom gebruik ik bij de Airwrap, de Dyson, sowieso geen heat protector. Want het is niet nodig, want hij kan nooit heet worden om dat haar te beschadigen. Ik ga je even laten zien hoe ik heel snel dus eigenlijk misschien wel een hele kant van mijn haar in no time heb gesteld. Wat ik nu doe is eigenlijk, ik pak de onderkant en ik draai hem in en dan haal ik de borstel naar buiten toe, want dan krijg je dat hij een beetje zo uitloopt.
voilà. Ik denk dat jullie ook hebben mee kunnen kijken hoe snel dit is gegaan. Dit is gewoon de helft van mijn haar. Ik zat te denken, ik ga deze kant ook maar even doen. Als je bijvoorbeeld met een stijltang je haar stelt. Ten eerste omdat je het plat maakt, verlies je heel veel volume in je haar. Op het moment dat er lucht door je haar heen blaast, krijg je eigenlijk veel meer volume in dat haar. Dus echt dat gefeunde wat je van de kapper misschien wel kent. En het blaast de haartjes allemaal mooi omlaag. Kijk, deze kammen gaan mee met de haarrichting. Vandaar ook, als je het goed ziet. Nou, je snapt waarom ik dit 's ochtends graag doe. En het voelt zo zacht meteen. Dan ga ik van het opzetstuk wisselen. Dan doe ik deze erop. En zoals je ziet heeft hij pijltjes. En dat betekent dat je meteen ziet waar de krul naartoe draait. Ik zeg altijd, de rand van je gezicht, dus waar je haar grenst aan je gezicht, dat feun ik altijd naar buiten. Dan krijg je meer een soort van uit je gezicht gewaaid effect. En dat is vaak net even wat knapper. Dus de pijltjes van het gezicht af. Dus deze gebruik ik aan die kant. En dan haal ik hem zo meteen af. En dan zet ik dat andere stuk aan die kant met de pijltjes de andere kant op. Duidelijk. Dan verdeel ik even mijn haar. Even zo de helft omhoog. Kleine passées of plukjes. Als het te groot wordt, dat kan. Maar dan krijg je een iets meer wave in plaats van echt wat meer krullen. Dus hoe kleiner de plukjes, hoe meer en strakker de krullen zijn. Als je gaat krullen, is heel belangrijk dat je een hoogste luchtstand opzet. En het heetst. Want daardoor blijft je krul zo meteen de hele dag veel lekkerder zitten. Daar gaan we. Dit hoeft dus maar 10 seconden. Dat is echt meer dan genoeg. En daarna gebruik ik het cold shot. Dat is ook dit knopje voor als je hem aandoet. Maar dan hou je hem omhoog geduwd. Dan komt er vanzelf koude lucht uit. Dus in plaats van dat je hem laat afkoelen in je hand, hoef je dat niet meer te doen. Je houdt hem gewoon zo. De warmte maakt vorm, maar de kouheid fixeert. Dus 10 seconden is genoeg voor in de krul. En dan even een paar seconden koud. En als je hem loslaat, is het ook belangrijk dat je hem uitzet. Anders gaat het alle kanten op. Oké, nu ga ik dus naar de andere kant. En dan pak ik ook het andere opzetstuk. Die draait naar die kant. Dus hoef ik ook niet ingewikkeld dit te gaan doen. Dat herkennen jullie vast wel van je eigen tools, dat je dit moet doen. Zo, dat is laagje 1. Voor een beetje stevigheid kan je al voorzichtig een beetje haarlak van een afstandje sprayen. Altijd van een armlengte, want anders als het dichtbij komt wordt het nat en dan is het niet meer goed. Kijk, je ziet, dit zijn mijn bovenste laagjes. Die zijn wat korter dan de andere kant, maar het lijkt net alsof ik nu heel kort haar heb. Vinden jullie dat ik dat moet doen, helemaal? Knippen, zo. Of toch lang? Let me know hieronder. Goed, gaan we weer verder. Probeer hem zo dicht mogelijk naar je hoofd toe te trekken, want dan komt het volume echt mooi van boven. En mocht je dan toch te heet voelen boven, dan kan je hem altijd nog even boven op het hoofd wat kouder zetten met de hitteregelaar. Minder dan 10 minuten over gedaan. En ik ga er nu langzaam met mijn vingers. Die maak ik als een grove kam. Let op dat ze niet vet zijn. Ga ik er een beetje doorheen zo. Dat je alles naar buiten veunt, is zodat je dit krijgt. Dat het eruit gaat. In plaats van dat het naar binnen gaat. Ja, te gek toch? In 10 minuten heb ik dit dus gecreëerd. Wat ik dan vaak nog doe, is ik pak een klein plukje boven. Maar echt een inie-mini plukje. En dan ga ik die nog eens even goed erin krullen. Zodat het dichter bij de roots komt.
omdat hij zo dun en inimini is, blijft het meer dat het volume hier zit. Zie je dat? Ik doe daar ongeveer 2-3 plukjes van die kleintjes, van die inimini's. Zie je, het is net meer volume. Meteen even een beetje lak in. En als ik lak in doe trouwens, dan hou ik het haar zo vast en dan laat ik het langzaam vallen terwijl ik spray, zodat er meer lucht tussen komt, dus meer volume. Het enige wat ik dus heb gedaan is die kant van het gezicht met dit opzetstuk. Ervan afdraait, pijltje naar die kant. En dit gedeelte van het haar met dit opzetstuk. Dat is naar die kant. En that's it. Dus ik heb eigenlijk mijn haar verdeeld over tweeën. En dat allemaal naar achter gefeund. En wil je nou wat meer beach krullen, kan je de onderkant altijd nog een beetje stijlen. Dat doe ik dan met deze weer. En iets stoerder te maken. Zie je dat? Zo maak je de onderkantjes van de krullen ietsje stijler en dan krijg je weer meer een soft effect. Zo kan je eigenlijk alle kanten op met de tools. Je kan er dus ook heel voorzichtig doorheen gaan met deze, zonder dat je die hele krul weghaalt, maar wel een beetje een zacht effect overhoudt. En dan een hele leuke tip. Als je volume in je haar wil maken, dan ga je meestal touperen. Maar ik heb een leuk ander trucje. Dat doe je met het opzetstuk. Je pakt het haar wat je normaal wilt touperen en je zet het opzetstuk er tegenaan. Zo erachter. Zie je dat? Zet hem aan. Zoals je ziet heb ik hem een beetje naar voren en naar achter geduwd. En als ik hem dan loslaat, staat er volume in. Zie je dat? En zo kan je dat natuurlijk overal in het haar doen, zodat het wat meer rechtop komt te staan. Het leuke van is dat je alle kanten op kan. Maar dit is dus mijn everyday routine. Dus eigenlijk steek. Nou, dit is fresh, bouncy, healthy hair. Eigenlijk hoe ik het dagelijks een beetje doe. Dus zowel om het stijl te maken of om er een beetje krul in te krijgen. En in dit geval heb ik ze gecombineerd. Dus ik heb deze gedaan en de onderkant een beetje afgestijld weer met deze. En daardoor krijg je dit effect een beetje zoals als je bij de kapper bent geweest, maar dan thuis. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden, er wat aan hebben gehad en dat het informatief genoeg was. Natuurlijk gelden alle tips en tricks, heel veel in ieder geval, voor ook als je met andere producten werkt. Maar ja, zoals jullie weten is Dyson nou eenmaal mijn favorite. Hebben jullie nog meer vragen of willen jullie nog meer weten over dit onderwerp? Of hebben jullie behoefte aan lookjes of misschien ander soort haar? Laat het me weten hieronder en dan kan ik daar ook weer een video over maken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Muah!